Hi allemaal, welkom terug bij een van mijn filmpjes. Zoals je al zag aan de titel ga ik zo naar de krapper. Ik ga echt over 10 minuutjes al weg. Ik ga namelijk mijn haar bij laten kleuren. Ik wil iets grijzer, iets meer zilver. Maar ik denk dat mensen het gewoon mooier maken met het woord zilver. Ik wil gewoon wat grijzer. En de uitgroei wordt opnieuw gedaan, want mijn eigen uitgroei komt er doorheen. En die is veel warmer. En de uitgroei die ik wil is koeler. Want anders staat het een beetje raar bij dat grijs als je een warme uitgroei hebt en de rest is cool. Dus daarom. Ik weet niet heel goed of dat genoeg content gaat zijn voor deze video. Misschien maak ik er een vlog van. Ik weet het nog allemaal niet. Het leek me gewoon leuk om weer eens een keer een video met mijn haar als onderwerp erin te hebben. Want een van mijn favoriete video's die ik maakte was mijn haarverf en kletsen video's. En ik probeer wel af en toe een soort kletsvideo op te nemen. Maar ik vond die video's zo ontzettend leuk. Alleen ik doe mijn eigen haar op dit moment niet meer. Plus het wordt maar echt 1 keer in de 3 maanden of zo bijgewerkt. Dus ja, dan heb ik zoiets van, dan wil ik dat wel filmen. Maar ik kan natuurlijk niet echt goed midden in een kapsalon tegen mijn camera gaan praten. Dat doe ik dan weer niet. Maar ik ga jullie gewoon vandaag meenemen en we zien wel. Mijn haar wou trouwens vanochtend echt niet. Ik weet niet of je het kan zien, maar ik heb het in een staart gedaan. Want echt waar, ik ben gaan slapen en dan krijg je dit. Zie je dat? Wat is dat? Het is echt zo'n slaaphaar dat je denkt van ja. En ik heb niet heel veel zin om mijn hele haar nu te gaan stylen. Want ik krijg toch zo weer een wasbeurt en dergelijke. Dus dat vind ik een beetje zonde van mijn tijd. Dus dat ga ik niet doen. Heel 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 erg leuk voor mij tenminste is dat vorige week mijn laatste schoolweek was. Ik heb nog wel dat ik een paar keer naar school moet. Maar dat is meer voor mijn evaluatie, voor mijn rapport en voor presenteren van wat ik het afgelopen project heb gedaan. Dus ik hoef volgens mij als het goed is nog maar 2 keertjes naar school in de aankomende 2 weken. Dus ik ben van plan om ontzettend veel te gaan filmen. En ik heb er zoveel zin in, want eigenlijk is mijn zomervakantie nu al een beetje begonnen. Dus ja, ik heb gewoon zin om me nu volledig op YouTube te gaan storten deze zomervakantie. Ook omdat ik jammer genoeg niet op vakantie ga en dergelijke. Wordt deze zomervakantie gewoon lekker YouTuben en mezelf bezighouden met nieuwe projectjes. Volgend jaar wordt wel spannender, ook voor jullie, want dat ga ik natuurlijk dan ook vloggen. Maar volgend jaar ga ik, volgend schooljaar ga ik naar Berlijn, wat ik ga filmen. En ik ga naar Londen, naar de Warner Bros. Studio Tour met mijn zus. Dus dan zijn er weer allemaal leuke vlogs qua vakantiedingen. Maar dat zal er nu dus niet zijn. Ik zal wel hier en daar leuke dingen doen en dat filmen. Maar ik ga niet echt op vakantie. Maar ik ga nu stoppen met ratelen. Ik ga mijn schoenen aandoen en dan gaan we op weg naar de kapper. Dit is een nieuwe mode. Beautiful hair. Er zijn een aantal dingetjes die ik heel even met jullie wil bespreken. Ik was zo ontzettend lang in de kapper. Van 10 uur 's ochtends tot 5 uur, bijna 5 uur. Volgens mij 4:15 was ik bij de kapper. Dus bijna zo'n 7 uur zat ik bij de kapper. Dat was omdat ze mijn uitgroei dus helemaal weer hebben gebleekt. Ze hebben ze weer donker aangezet. Ze hebben het weer zilver gemaakt.
En al die dingen moeten natuurlijk ook inwerken, uitspoelen. En omdat ik alles doe met Olaplex, wordt het tussendoor beschermd. En dan moet je ook een stap 2 aanbrengen. En dat moet ook weer minimaal 10 minuten intrekken en soms 20. Dus ja, door al die wachttijden en zo duurt het dan ontzettend lang. Maar ik ben ontzettend blij met de kleur die ik heb. Ik weet niet of het op de camera over zou komen. Maar het is wel een stuk grijzer. Plus de uitgroei is meer een beetje blauwgrijzig in plaats van bruingrijzig wat ik eerst had. Zeg maar eerst toen ik het liet kleuren onderhand was het echt heel warm. Maar ja, toen was het dus een beetje cool bruin. En nu is het een beetje blauwgrijzig. Sorry dat ik er op dit moment zo moe en slecht uitziet, maar ik ben echt ontzettend moe. Het was gewoon een hele lange dag. Ook heb ik niet echt wat gedaan. Het was gewoon een hele lange zit. Dan waar ik het met jullie over wil hebben. En ik wil heel eventjes gezegd hebben. Dit is niet gesponsord. Ik word niet gesponsord door Van Hees Salon. Ik was gewoon klant bij hun. Toen uiteindelijk is er een soort van samenwerking uit voortgekomen. Los van mijn YouTube kanaal. Ik ben namelijk naast YouTube creator ben ik ook videograaf en fotograaf. Daar ben ik mee bezig. Ik doe een opleiding voor videograaf. Ik heb mijn eigen bedrijfje soort van gestart. Het is nog niet allemaal 100% legit. Ik ben nog niet naar de KVK gegaan, naar de Kamer van Koophandel. Dus ik doe soms van die promo video's en zo voor Van Hees Salon. Wat ik super leuk vind. Maar daardoor ja, verwennen ze me soms. En ze hadden dus nieuwe producten en een nieuw merk wat ze in hun kapsalon hadden. En zoals ik al zeg, ik word hier niet voor betaald. Maar ze hebben dus een nieuw merk en dat heet Kevin Murphy. Ik heb hier allemaal producten die ik even aan jullie kan laten zien. Zoals jullie weten ben ik heel erg fan van Redken, net hoe je het wil zeggen. Ik ben echt dol op die shampoos en dergelijke. Ik was eigenlijk van plan om daar gewoon mee door te gaan. Maar bij Van Hees Salon zei ze, hey Noël, we hebben nieuwe producten, een nieuw merk, zou je dat willen uitproberen? En dat is dus van de Kevin Murphy lijn. Plus, ik heb dus mijn haarkleur van Kevin Murphy, het is ook haarverf. Dit is echt alleen een salonmerk. Redken kan je goedkoper op internet vinden dan in een salon. Maar dit wordt allemaal voor dezelfde prijs verkocht. Hetzelfde prijs op internet en in de kapsalon. Dus dat is wel handig om te weten. Dit is een stukje duurder dan Redken. Best wel wat. En het zijn ook kleinere verpakkingen zoals je ziet. Ik ga er heel even doorheen. Ik vind de verpakkingen trouwens echt heel erg cool. Ik ben er zo benieuwd naar. Het doet me echt denken aan een pak melk of zo. Heel erg tof aan dit merk is dat het volgens mij echt helemaal een eco-product is. Het is cruelty-free. Het is niet op dieren getest. Er zitten eigenlijk alleen maar goede dingen aan deze producten. In de zin van dat het goed is voor je natuur, voor jou. Er zitten geen slechte dingen in. Het is cruelty-free. En de verpakking is economisch. En dus als je daar al alleen al geïnteresseerd in bent. In een wat meer high-end haarproductenlijn. Wat super goed voor je omgeving, voor dieren, voor van alles is qua natuurlijke en klimaatdingen, dan is dit natuurlijk dan een heel goed merk. Ik heb het dus nog helemaal niet geprobeerd. Ik heb het net meegekregen. Als eerste heb ik de conditioner en de shampoo. De shampoo is de lichte donkere is conditioner. En het is dus gewoon een schattig spuitflesje. Ik vind de vorm echt heel erg cute. En dan, dus deze kan je samen gebruiken. Maar dan hebben ze ook, en dit is heel apart, dit is de Kevin Murphy Restore Repairing Cleansing Treatment. En ze legde uit aan mij, als je deze treatment gebruikt, moet je geen shampoo en conditioner gebruiken. Dus stel je was je haar om de dag. Dan doe je bijvoorbeeld 2 wasbeurten shampoo en conditioner. En dan de volgende wasbeurt doe je alleen dit product. Alleen deze treatment erin, 3 minuten in laten werken en dan uitspoelen. En dat schijnt echt heaven te zijn voor je haar. Het is heel intensief. En het werkt alleen volledig als je het alleen gebruikt. Dus niet met de rest van de producten. En dan ook, dit is gewoon voor altijd nadat mijn haar zeg maar helemaal gewassen is en dergelijke. Doe je dit op vochtig haar. En dit is zeg maar de anti-snap. Het is leave-in repair, zodat je haar niet afbreekt. En dat is voor mij een must-have, aangezien ik breekbaar haar heb. Beschadigd haar. Trouwens, wat ik helemaal vergeten ben om te zeggen, ik heb een nieuwe neuspiercing in. Ik had best wel een grote in. Dat was omdat ik had mijn piercing verwisseld naar eentje die ik heel erg mooi vond, maar die ging helaas kapot. Dus ik heb een andere erin moeten doen, maar die vond ik eigenlijk gewoon te groot voor mijn gezicht. Want ik heb een klein gezicht, ik heb een klein neusje. Dus ja, die heb ik er wel een tijdje in gehad totdat het nieuwe kwam. En deze vind ik wel heel erg tof. Het is gewoon heel subtiel. Het is veel subtieler, gewoon een simpel ringetje. En
past overal bij en het neemt niet mijn hele gezicht over. Dus met dat allemaal gezegd te hebben, ik ben ontzettend blij dat Van Hees Salon me dit heeft meegegeven. Het is dus echt best wel prijzig, best wel heel erg. Dat zeg ik gewoon eerlijk, want het is duurder dan de Redken flessen. Volgens mij, als je Redken koopt bij een kapsalon, is het iets van €22 voor een shampoo. Op internet is de shampoo van Redken volgens mij €14, dus dat is wel iets om over na te denken. Dat geldt dus niet voor dit merk. Dit merk is voor een shampoo €26 en ook op internet. Dus moet je nagaan hoeveel geld ik hier vast heb. Dat is belachelijk. Dus ik ben hier super blij mee. Ik ben heel erg benieuwd hoe alles gaat bevallen. Ik moest ook aan de salon vertellen hoe het mij beviel. Want hun gaan het dus gewoon ook helemaal nieuw in het assortiment nemen. Dus ze wouden ook graag mijn mening weten. Dus ik ga dit uittesten. En wie weet zie je het ooit wel voorbij komen in een favoriet. Ik weet het niet. Ik ben benieuwd. Dan ook daaruit ben ik heel even snel naar de HEMA gegaan. Want ik had een nieuwe agenda nodig. En het is deze geworden. Heel simpel. Ik ben echt de laatste jaren van de simpele agenda's. Puur zodat ik rustig blijf. Want een agenda is toch voor overzicht. En die merkagenda's zijn hartstikke leuk. Wel echt rete duur. Echt €15 tot €20 voor een agenda. Echt belachelijk. Maar met zulke agenda's zoals een Garfield, Donald Duck, whatever. Heb je allemaal van die pagina's ertussen die loos zijn. Met allemaal stickers en afbeeldingen. Het is allemaal super leuk. Maar ik heb gewoon dit nodig. Gewoon genoeg ruimte om te schrijven. Alle dagen erin. En ja, dit is gewoon echt basic agenda. Alsnog €6, wat ik belachelijk vind. Want ze maken hardcraft schriften voor €2. En dat is eigenlijk vrijwel hetzelfde. Alleen er zit er een week layout in. Maar ik ben blij dat ik weer een agenda heb. Want ik ben telkens alleen maar afspraken aan het maken voor in augustus, november. Allemaal toffe dingen en leuke dingen die ik ga doen. Maar ja, ik kon nergens op schrijven. Dus dat heb ik nu. Dus uit de kapper ben ik dus heel snel naar de HEMA gerend. Het was ontzettend aan het regenen. Echt ontzettend hard. Dus ik kon gewoon eigenlijk niet mijn camera tevoorschijn halen. Kon wel, maar ik ben heel zuinig op deze camera. Want dit is bijvoorbeeld ook de camera die Pointless Block of LVD's gebruikt. En zo, hij zit altijd in zijn video's te klagen over zijn camera's. Dat ze kapot zijn en dat het een slechte camera is. Ik heb precies dezelfde camera die hij altijd heeft en kapot maakt binnen 2 maanden. Maar deze heb ik onderhand al wel 1,5 jaar, 2 jaar. Het ligt er natuurlijk ook aan hoe je met je camera omgaat, denk ik. Niks tegen hem, ik vind zijn video's geweldig. Maar ja, ik ben heel netjes met mijn camera's en apparatuur. Omdat ik natuurlijk ook niet zoveel geld heb. Ga ik niet hem tevoorschijn halen in de regen. Want ik wil gewoon niet dat hij kapot gaat. Maar ja, zomervakantie dus nu officieel begonnen. Ik ga morgen en overmorgen leuke dingen doen met Thijs. En ik ga daarna gewoon heel veel filmen. Laat vooral als je zoiets hebt van Noël. Ik wil heel graag dat je deze tag challenge of soort video of bepaalde video over Harry Potter of shoplogs of whatever, ik weet niet wat. Maar heb je nou zoiets, hey Noël, ik zou heel graag willen dat je zo'n video maakt. Of die tag doet. Of wil je een lookbook maken? Ik zeg allemaal maar wat. Maar laat ideeën alsjeblieft hieronder achter. Want ik ben van plan om echt hardcore te gaan filmen. Dus ja, daar heb ik heel erg, ook gewoon heel erg veel zin in. Dus hoe meer ideeën van jullie, hoe beter. Dus laat er maar zoveel mogelijk achter van wat je graag zou willen zien. Nou, dat was het dan voor deze video. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Het is maar één druk op de knop. Het is helemaal gratis. En dan blijf jij gewoon op de hoogte wat ik hier zo op dit kanaal aan het doen ben. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doei!